Precies een jaar geleden startte Sascha Roderijs een webshop. Inmiddels zijn haar Cheffies al internationaal bekend. Cheffies zijn mijn koeken. En het is eigenlijk een mix tussen een koek, een cake en een bonbon. Er zitten allemaal bonbonvulling in. De banketbakster is haar bedrijf begonnen in een klein appartement in Delft. Daar woonde ik op een heel klein flatje, 50 vierkante meter, 4 hoog, zonder lift. En ik raakte mijn baan kwijt vorig jaar september. En toen dacht ik van ja, wat moet ik nu doen? En toen ben ik begonnen met Chef Cookie. Ik was al bezig met bakken. Ook van, omdat dat voor mij gewoon onwijs ontspanning is. En ik ben op aanraden van mijn lieve vriend hiermee verder gegaan. En we zijn er gewoon voor gegaan. Of ik ben daar eigenlijk voor gegaan. Hij heeft me ontzettend goed geholpen in ieder geval. In januari kwam de banketbakkerij echt van de grond toen een bekendheid op Instagram de koeken aanprees. En sindsdien ging het helemaal los, liep de website vast en iedereen wilde mijn koek hebben. Nou, en dat is eigenlijk zo'n beetje doorgegaan. En sinds april zit ik hier in Schipluiden in een pand aan de Keneburgweg, nummer 4. Op eigen kracht, na bloed, zweet en tranen, opent Sascha zaterdag haar eerste fysieke winkel. De sleutel? Heel hard werken. Nou ja, daar word je nooit, daar word je niet vies van hoor, van hard werken. Maar ik ben ook zo opgevoed. Hè. Ik zou het nooit niet kunnen werken. Ik ben altijd wel, het is vooral heel leuk om, zeker als je ergens passie voor hebt, dat is het allerbelangrijkste. Als je passie kan uitdragen, dan komt het plezier ook erbij en dan wordt werken is eigenlijk niks. Dan, ja, dus ga ook altijd, dat is echt een tip van mij. Voel je je niet prettig bij je werk, ga wat anders doen. Want het is echt, je kan er heel ongelukkig van worden.